En dit gaat over de bijvangst van de ketenaanpak medicijnresten. Ja. Neem ons mee, Bert. De bijvangst. En gisteravond heb ik de titel toch wat uitgebreid. Gaat het over bijvangst of gaat het over anders jagen en ander wild? Als we kijken naar waar het oppervlaktewatersysteem door beïnvloed wordt, is dat het effluent van de zuivering, maar nog wel heel wat meer zaken. De emissie hier links, eventjes hier rechts staat oppervlaktewater, links staat vanuit CBS gedacht alle mogelijke activiteiten, verkeer, vervoer, industrie, huishoudens, bouw. Af en toe zijn ze moeilijk uit elkaar te trekken, want afvalbeheer en huishoudens, hoe horen die nou precies bij elkaar, doet er ook niet zo heel veel toe voor dit verhaal. Maar activiteiten die emissie richting milieu veroorzaken. En die emissie die loopt via het oppervlaktewater, via emissie naar riool. En dat kan een hemelwaterriool zijn. Het kan ongezuiverde lozing zijn. Het kan een overstort zijn. En het kan naar de RWCT gaan. Emissie naar lucht. Heel veel stoffen zitten, heel veel vervelende stoffen. Onder andere brandvertragers. Willen nog wel eens in fijnstof zitten. Alle meubeltjes zijn daarmee behandeld. En als je een beetje stevig gaat zitten en er komt stof uit. Daar zitten brandvertragers in. En ik weet niet of ik het goed citeer. Maar Dunea heeft ooit een analyse gedaan. Waar de brandvertragers in de bronnen vandaan kwamen. En dat was de helft uit water en de helft uit fijnstof. En die emissieroute via lucht. En depositie op oppervlaktewater. Ja, het kan een belangrijke, hoe erg die precies is, weet ik niet. En dat is eigenlijk het leidmotief van dit verhaal. Ik weet het niet zo goed, maar ik wil jullie daarin meenemen. Emissies naar bodem, landbouwen, zowel bestrijdingsmiddelen als diergeneesmiddelen, via grondwater en via erfafspoeling, kunnen die ook in het oppervlaktewater terechtkomen. Nou, met dit plaatje gaan we dus even terug naar die bijvangst. Wat is bijvangst? Dit is nog ouderwets een boomkor. Die puls, dat mag niet meer. Bij allebei heb je bijvangst. En bij deze zal er waarschijnlijk wat meer kreeftjes en garnaaltjes zitten. Als je op school of weet ik wat vist. En hier is de kans op kreeftjes en garnaaltjes wat minder groot. Het zijn wel allebei vissen. De kans dat je een olifant of een haas tegenkomt als bijvangst is minimaal. En dat klinkt heel triviaal, maar pas op dat we in onze jacht om vreemde stoffen te vangen, breder kijken en meerdere technieken van jagen bekijken. Want als we alleen maar naar het effluent kijken, missen we er een aantal. Hoe groot dat gemis is, weet ik niet. Je kan vanuit de RWCT kijken, je kan vanuit oppervlaktewater kijken, je kan gratis meeliften, want dat is een hele belangrijke. Ik heb een techniek voor medicijnen en die ga ik toepassen en ik haal er ook wat microplastics en prima. In die zin, dat is echt de bijvangst. Maar als je er extra kosten voor moet maken, ik ga een andere techniek kiezen die wat duurder is, want dan haal ik mijn microplastics ermee uit, dan moet je je afvragen of die andere routes niet belangrijker zijn bij de concentraties die je in water tegenkomt. En bronbeleid bij medicijnen is bronbeleid lastig. Dat moet u ook in de andere zaal zijn. Maar dat, ja, eigenlijk medicijnen verbieden, dat gaan we niet. Maar bij microplastics of gewasbeschermingsmiddelen, neem al de hele discussie rond glyfosaat, is dat wel degelijk een optie. Ik wil jullie wat meenemen naar een aantal soorten stoffen, in vogelvlucht ook weer. Want daar kan nog wel wat gebeuren. Hè. Zware metalen, PAX, benzoapyreen is een hele vervelende. Er is een enorm strenge normering, zit daarop. Bestrijdingsmiddelen, microplastics, antibiotica-resistentie, blusschuim, dus PFOS, perfluorideerde organische stoffen. Diergeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten, biociden, nutriënten, pathogenen en ik vergeet er vast nog een paar. En dat kan allemaal
of in je visnet komen, of het kan toch een olifant of een haas zijn die je volkomen mist. Want ik heb weinig resultaten hoor, maar voor de gedachtebepaling, gewasbestrijdingsmiddelen noemde ooit iemand de TNO. Die kunnen op verharding toegepast worden, maar kan ook in open teelt toegepast worden en in glastuinbouw toegepast worden. En alle drie zullen ze dus een andere route hebben. En glyfosaat, ik weet niet of glyfosaat nog in open teelt in Nederland gebruikt mag worden, maar ze kunnen, zelfs als het op het verharding is, als je gescheiden riolering hebt, kan het via het hemelwaterriool in je oppervlaktewater komen. Als je gemengde riolering hebt, loopt het via de zuivering. En dat is dan alleen nog maar glyfosaat. Verzin ze maar. Die routes kunnen echt, de emissie naar de bodem zal een belangrijke zijn hierbij. En dan uit een afspoeling richting oppervlaktewater. Effluent zal best een knop zijn, maar of dat een 80% knop is of een 20% knop, geen idee. Microplastics. Wassen van kleding is een bron, route. Autobanden is waarschijnlijk een van de grootste in Nederland. Secundaire microplastic stond net nog naar aanleiding van het hoogwater. Er is enorm veel zwerfvuil wat begint als plastic zakken en flesjes, maar langzaam afbreekt tot microplastics. Scrubs, nou die zijn bijna verboden, maar als je op vakantie geweest bent, zit het er misschien toch nog weer in. Dit zijn verschillende routes voor microplastics. Dus autobanden, dat zal gewoon voor een belangrijk deel niet via de RWZT lopen. En komt via het hemelwaterriool in het oppervlaktewater terecht. Of dat vervelender is dan de vliesdeeltjes uit gewassen kleding, ik weet het niet. Verzorgingsproducten, DEET, zonnebrandcreme, triclosan, dat is een leuke, die leest u vanavond voordat u uw tanden gaat poetsen, de bijsluiter van uw tandpasta. In sommige tandpasta's zit een schimmelwerend middel triclosan en dat hoopt zich heerlijk op in je lijf. Niet meer gebruiken. Die triclosan zal dus wel via de RWZT lopen. Geen probleem. Maar DEET, Oscar liet dat zien. DEET zal als je doucht, je hebt je gesmeerd met muggenspul en je doucht, dan zit dat in je effluent. Dat loopt prima via de RWZT. Maar als je in diezelfde plas die ze bij Vlaardingen gaan maken, je insmeert met muggenspul en daar gaat zwemmen. Ja, dan kan je zuiveren totdat je naar ons weegt. Het komt op een hele andere manier in het oppervlaktewater. En datzelfde geldt voor de zonnebrandcreme. Dus die routes zijn echt. En vraag mij niet van wat is erger of minder erg. Ik weet het niet. Antibiotica-resistentie, dan moet u even vlak voor de thee nog even met me meerekenen. Een gemiddelde RWZT heeft een tweelog verwijdering van de bacteriën. Maar gemiddeld in Nederland hebben we ook 2% foutaansluitingen en 2% water wat uit de overstort komt. En dat is ongezuiverd afvalwater. Dus dat is 4% met ongezuiverd afvalwater. Daar zitten dus meer of ongeveer evenveel bacteriën en dus ook resistente bacteriën in vergelijking met RWZT-effluent. En de overstort is daarmee dus een belangrijke bron van antibiotica-resistentie. En die vang je dus a priori niet met het effluent beter behandelen. Veehouderij is nog dan weer een hele andere bron. En wat het relatieve belang is, sowieso vinden we antibiotica resistentie erger dan medicijnen in zijn algemeenheid. Ik weet het niet. Dus verschillende routes, verschillende perspectieven, verschillende ernst en verschillende urgentie. En vanuit de RWZT bekeken, gratis meeliften, ja doen. Alsjeblieft. Maar vanuit oppervlaktewater bekeken, wat zijn mijn bronnen? En wat vind ik erg en wat vind ik minder erg? Moet ik extra kosten maken? Of is het echt gratis meeliften? Kan ik bronbeleid toepassen? Glyfosaat, alsjeblieft, laten we daar eens iets voor verzinnen. En dan niet met een alternatief wat even erg is als glyfosaat. Probeer die routes in beeld te brengen. En probeer ernst, urgentie en blootstelling in beeld te brengen. Want we krijgen waarschijnlijk die kilo's, die kun je nog wel een beetje vergelijken met dat MBO, STOA-KWR onderzoek. Iets van een balans in kilo's kun je waarschijnlijk nog wel een keer gaan maken. Maar dan gaat het er ook om. Hoe erg is een kilo
brandvertrager in vergelijking met een kilo microplastics? Weet het niet. Onderling belang, net genoemd, wat vinden we het een erger dan het andere? En kunnen we meer vliegen in één klap slaan? En de zuivering blijft dan een handige knop om aan te draaien. Maar bijvoorbeeld stoffenbeleid is een goede knop om aan te draaien in deze. We zijn bezig met een eerste scan om dit een beetje in beeld te brengen. Dat plaatje wat je nu van de emissieregistratie is er een hele belangrijke bij. Om een eerste gevoel te krijgen voor. Maar ja, ik weet ook niet hoe groot het moet worden. Maar iets van die stromen in beeld, iets van die routes in beeld is denk ik belangrijk. Om dat woord bijvangst of ander wild beter in het vizier te krijgen. Dank. APPLAUS